VHP-parlementariër Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de regering niet goed is omgegaan met de afspraken die zijn gemaakt met het IMF. Hij sprak tijdens de openbare DNA-vergadering gisteren, waarbij de regering is ingegaan op de financieel-economische situatie. Santokhi zegt dat het IMF $81 miljoen heeft gestort als betalingssteun. De regering heeft het geld genomen zonder dat ze van plan was het programma uit te voeren. Dit komt volgens hem neer op staatsoplichterij. Wat als een burger dit zou doen, zou dat overkomen als oplichterij. Je taimwa, je potamwa en wat jotem, je kisa money. Dus laten we die duidelijkheid krijgen, president hieromtrent. President, dat aspect van die bond van $550 miljoen, die lening. We zouden rente betalen 2 maal per jaar van 9,25%. En ik heb begrepen dat afgelopen maand de eerste tranche van die rente betaald moest worden voor dit jaar. Gaarne vernemen we of die rente betaald is aan die kapitaalverleners van de Wall Street. Hoe is het betaald? Uit welk budget is het gekomen? Voorzitter, we kijken uit. Maar klopt het, regering, dat u nu al bezig bent weer kapitaal te zoeken? Dat minister, los van het feit dat hij bij internationale instituten gegaan is om geld te zoeken, zich al voorbereid op een tweede ronde van bond, om te krijgen een tweede ronde van lening? President, ga de informatie laten. Wat als dekking gegeven zal worden, zijn we bijzonder geïnteresseerd als moment. Voorzitter, laten we die antwoorden ook krijgen. Voorzitter, de regering gaat salarissen aanpassen, herwaardering is al geschied. Alle groepen gaan nu salarisaanpassing krijgen. Kunnen we van de regering horen van waar het geld zal komen? Laten we duidelijkheid hieromtrent krijgen. We staan achter dat koopkracht versterkt moet worden. We staan achter dat economie hersteld moet worden. Maar als u de salarissen gaat uitbetalen, de verhoging gaat betalen, laten we ook horen van waar u dat geld halen. Het NDP-lid Amsad Abdul zegt dat de crisis ons wijze lessen heeft geleerd. In de afgelopen 2 jaar is onder meer de eigen productie gestimuleerd. Maar we moeten onze eigen producten meer gaan waarderen, zegt hij. U heeft gehoor gegeven aan de oproep van de regering, lees de president, om zeker bij consumptie zoveel als mogelijk lokaal geproduceerde goederen te kopen. Importen kosten valuta, mevrouw de voorzitter. Hoe meer importgoederen we kopen, hoe hoger de druk op de wisselkoers. En de schommelende of stijgende wisselkoers is in niemands voordeel. De crisis heeft zowel bedreigingen als kansen. Ik ben blij dat vooral ook gebruik wordt gemaakt van de kansen die de crisis ons biedt, mevrouw de voorzitter. En ik ga u zeggen, mevrouw de voorzitter, ik ben blij wanneer het aangaat om onze, wanneer het gaat om onze eigen productie. Omdat ik na een lange tijd, vooral in de supermarkten, Surinaamse producten zag. Ik zag op de rekken van de supermarkten Surinaamse producten. En ik heb me de afgelopen periode, mevrouw de voorzitter, gerealiseerd dat wanneer ik elke dag een sap dat in Suriname geproduceerd wordt van een bepaalde smaak zou kopen en drinken, ik 2 maanden lang of langer van verschillende smaken, verschillende bedrijven, sappen zou drinken, mevrouw de voorzitter, consumeren, die lokaal geproduceerd zijn. Zoveel smaken, van zoveel vruchten, zoveel varianten, mevrouw de voorzitter, hebben we in dit land. Maar we hebben nooit respect gehad voor onze eigen productie. Totdat de crisis ons geleerd heeft, mevrouw de voorzitter, om dat wel te hebben. Parlementariër Amsad Abdul gisteren tijdens de openbare DNA-vergadering.